Hallo kijkers van JWL Gamer, dit is Joris en we gaan weer lekker verder met TF2. En we zijn hier niet alleen. Ik ben hier niet alleen, sorry. Maar met een speciale gast. En zeg maar hoi gast. Hoi. Beetje overexcited voor mij. Maar ja, dit is dus Jeffrey van Haimon Gaming, degene die er nog meer bij is. Er is nog iemand, Mats, maar dat duurt even te lang, want daar heb ik nu weer geen zin om nog weer zo'n TF2 video op te nemen met Mats. En dan hebben we dus 3 keer Haimon Gaming, 2 keer al genoeg trouwens. Zeg dus. En met Thomas. Ja. Ja, met Thomas heb ik Maya zie gedaan. En we spelen nu op de map CP Orange Fix. Die ene ook die we in deel 5 gedaan hebben, maar dan de fix versie ervan. Dus de fixte versie. Wat ben jij? Wat is jouw loadout? Oh ja, mijn loadout is de normale Demoman. Ik ben nu even Demoman. De normale grijpwerker. En de Skadehinamor met zo'n BB wapen. Zo'n charge wapen. Ja, de shahashahanashah. Weet je nog, mijn laatste video van die vlog van Art schreef van Halloween met de shahashahanashah. Nou ja, Jeffrey speelt nu in Team Rood. En ik speel nog meer met iemand. Ik speel in Team Blauw. Jij speelt in Team Rood. Sorry, verkeerde. Maar we zijn niet alleen, we zijn nog met z'n drieën. Maar diegene zit niet in de Skype gesprek. Dat wou ik niet, want Jeffrey eigenlijk niet. Dus, ja, en dat is MLG KingNL, oftewel Albert. Ja, MLG KingNL, maar dit keer, hij heeft een nieuw kanaal aangemaakt. Gameboss 1, 2, 3 van die vorige gastrol. En dat was er van Schepper. En die gast is dood. Waar ben jij eigenlijk? Ben je sponsor? Zeg voor. Zat daar een enemy? Pyro, dat is een pyro is hem. Nee, dat is ook niet. Ik ga even dus rocket jump! Nog een keer rocket jump! Crap. Dang, hoe weet ik wie je bent? Oké, ik heb nu de loadout Diamondback, de Burosische brandrecord en een speedman. Dankjewel, dat je het even zegt. Ik heb gewoon alle normale dingen van de scout. Ik heb die voor het spelen, maar prachtig. Dus. Oh, ik kan. Ja, ik zit in Team Rood. Mooi zo. Nou ja, hebben wij nog wat te vertellen? Hoe weet hij nou dat ik dat ben? Heeft die gast 1 bot of zo? Oké, ik ben nu in de spawn. Jeffrey, hallo, la. Dit is Jeffrey van Haimon Gaming, hallo. En nu ben ik weg! En nu ben ik zichtbaar! En nu ben ik weer weg! En nu ben ik zichtbaar! En nu ben ik weer weg! En nu ben ik zichtbaar! En nu schiet ik op Albert! En nu ben ik weer weg! En nu ben ik weer zichtbaar! Zeg dus. Nee, niet doen, want dat vindt hij ook niet leuk en dat vind ik ook niet leuk dat jij zomaar gewoon in dat gevecht zomaar zo gaat doen. Hey, hoe wist jij dat ik het was? Waar, wie? Zo enemies die wisten dat ik het was. Niet wat waar goed en waar nee was het toch? God, dat wist ik niet. Nee, dat is zin er niet. Nee. En wil je nog wat over jezelf vertellen? Nee. Ja, natuurlijk wel. Ja, ik ben elk jaar oud en ik ben Joris. Maar wie gamet er meer, denk je? Ja. Nou, ik denk allebei. Maar ik zit zeg maar op het randje van. Nou ja, ik zit net iets over het randje van gameverslaafd, zeg maar. Dus ik speel wel veel games en zo. Maar
En ik hou ook veel van games. En... Over het randje van gameverslaafd? Wat bedoel je daarmee eigenlijk? Ja, ik ben niet zo erg heel gameverslaafd of zo, maar... Ik kom wel gameverslaafd. Maar... Dan ga ik weer met mijn shahashahashah! Oké, mijn loadout van dit keer... Oh ja, nee trouwens, wat is jouw loadout? Of was je nog bezig met je verhaal? Ja. Oh, sorry. Maak me af. ja, ik heb... ik kan... Mods ken ik niet in real life, maar... Ik ook niet, by the way, trouwens. Maar ik heb toen wel in real life en toen hadden wij samen Hyman Gaming opgericht. En ja, nu zijn wij, ja, en toen vroeg Mats, Mats ook bij dat kanaal, en toen zei, Mats, ja. En toen zei Mats, ja, toen zei jij toch? Ik heb nog een dat zei Mats, die vind ik wel, dat vind ik nog pas niet praten. Waar ben jij? Ik zit allemaal headshots te maken hier ook. Ja. Nou, dan weet je wel wie ik ben. Oh, ik zie jou. Nieuwe en ik zag dat die was zo'n dikke headshot. Oké. Echt, dat was echt een dikke headshot, ja. Maar ja. Waar waren we? Ik ben dood. Oh, Luca, je bent dood. You're dead, mate. You're bloody dead, mate. Bloody. Albert, help me even. Je moet weten waar die is, weet je hem goed kan pakken. Fuck! Oh, ik heb een gun ammo. En natuurlijk, een gun actie! Hop. Dat moet je niet meer zeggen, dat is copyright. Oh ja. Dus wil je dat niet weer zeggen als je leeft? Ja, en... Wat? Heb je mijn poepoepoep gezien? Ja. Dat heb ik ook op camera's. Die had ik op een gekregen, dat was niet bij Halloween of zo. Dat is Halloween kwijt. Oké. Ik ga weer de Force Nature gebruiken. Nou ja, mijn loadout is de Force Nature, de Brokkut, de McQuench en de Kennekin. Het is allemaal nog steeds hetzelfde, omdat ik heel weinig Team Fortress 2 speel. Yeah. Dat was echt een hele leuke zin. Yeah, dat was echt een hele leuke zin. Copyright. Boom, headshot. Boom, headshot. Ik heb nog een Tommy slaan. Oké, en heb je ook veel lang gedaan. Poep. Oké. Okay. Weet je wat poep is? Oh, Pieter die dat zegt. Ja. Woep. Ik heb je mate. Hij heeft mijn mate. Maar heb je nog wat om te vertellen? Jeffrey. Ja, eigenlijk niet. Maar ja, misschien over YouTuber of zo. Over hoe je een YouTuber moet worden of zo? Ja, ik heb er eigenlijk bij geen verstand van, maar... Ik, ja... Jeffrey, ik help je! Oh, wat jij dat? Hallo, Pyro. Ik ben die Pyro, man. Echt wel. Jij bent die Pyro, hè? Ja, man. Oh, snapshot! Ik word... engineer. Oké. Nou, het engineer. Ik ben Pyro. En nu steek ik jou in de fik. Zie je nu, Nick? Wat je doet? Ik word gaas. Oké! Ga eens gitaar spelen. Ik kan het niet. Ik kan maar even een mooie gitaar spelen. Oh, wat kan je dat toch goed. Dankjewel. Oh. Oh, gitaar solo. Zie mij, hè? Zie mij. Oh, ik heb fans. Gitaar solo. Ik
ga mijn Century Gun hier bouwen. Dat is eigenlijk een hele domme plaats. Gitaar solo. Oh, ik heb fans. Gitaar solo. Hey, Joris. Gitaar solo. Ja. Kijk ze mee. Oh, vetste dans ooit. De teabagger. Joris. Kijk eens. Teabag dans. Ik ga mijn Century Gun upgraden. Heeft iemand metaal? Door naar de span te gaan. Oeh, rocketjubber. Gelukkig in de markt zoner of zo. Nee. Oh, kill ya. Oké, maar dit is hoor nu dus gitaar zo ook. Fitsnoeman. Hier zijn twee medics. En Albert en... Oh ja. Jullie hebben toch wel een keertje mijn YouTube, ik zie mijn YouTube kanaal, maar bij mijn Team Fortress 2 naam hebben jullie vast wel een harde team gedaan. Gezien, doe je? Joris, je moet ook wel keurig op mij abonneren. Dat is juist de bedoeling, dat is juist de bedoeling van Team Fortress 2. Je mag ook abonneren op, je mag ook abonneren, je mag ook abonneren, Ja, ja, dat was het nieuwe titel, Je mag ook abonneren op Primal Gaming nog altijd. Dat ben je. Wow, dat was vet. Ik vlieg door de lucht. Nee, dat is een nieuwe. Wacht, goed. Ik vlieg door de lucht als een enemy. Een enemy! Die heb ik al... Dat liedje heb ik 10 maanden geleden. Joris. Zeg het eens. Ik weet het nieuwe titel. Ik vlieg door de lucht als een enemy? Weet je wat mijn titel is? Zeg het eens. Pasta broodje. Nee, dan maar rijden. De titel wordt abonneer op... Oh. Ja. Nee, het wordt gewoon ik vlieg door de lucht. Als een enemy. Oeh, swag. Pieter, laat Joris naar de server brengen. Nee. Zeg even, we zijn aan het opnemen. Ja. Ja, we zijn aan het opnemen. In één keer komt Pieter langs ons en zegt... Jee, Nee, grapje. Pieter is geen downie. Pieter is geen downie. Dat is echt... Ik bedenk zoveel titel. Oké, Pieter is wel een downie. Nou goed, nee, sorry. Nee. Oké, zet je op niet storen. Ik heb mezelf wel op niet storen. Nou ja, ik moet zo meteen ook de video afsluiten. Hey Jeffrey. Ik heel ja. Dank je zeer. Wacht even, kijk. Meneer? Wacht. Kijk mij aan. Meneer, heeft u een stukje voor mij? Nee. Sorry mensen. Oh, sniper zit daar. Sniper, kijk uit. Niet daar recht vooruit lopen hoor, want er zit een sniper aan, Joris. Joris, daar ben je. Oh, heel mij even, Joris. We zitten met z'n allen elkaar te healen. Maar heel mij. Oh, laat maar. Die weet uit. Oh, kijk uit. Bomber. Ik weet niet hoe ik die dingen, maar ik kan allemaal bomben. Hé, maar ik moet zo meteen ook even de video afsluiten, hè? Want deze video kan niet eeuwig doorgaan. Nou. Kan het wel op zich. Die voeten. Hier komt de wraak van de Uberstar. Soldier. Oh, snapshot. Oh, shit! Oh, er is
hier een hacker die Luca45. Die heb ik toch nog eens een keertje gekild. En ik schoot heel veel keer op hem en ik ging niet door. Oké, wat was dat stomd? You have been stomped. Bam. Ik maak er even oogjes op. Ik ga het hier niet aan. En een neusje. Oké, hier hou ik de episode dan weer, denk ik, wat het is. Abonneer op Haimo Gaming. Ook op mij natuurlijk, jee, Wereldgamer. En iemand die wil met me ruilen. Dan ga ik eerst met diegene ruilen. Ik vind niet naar u betreft. Of zo. Oh, pardon. Ik kill iemand en iemand kill mij. Ja, we kill elkaar. Ben ik nog steeds aan het opnemen? Ja. Doe ik het weer? Wat is? Nou, ik dacht, je zat op de verkeerde knop. Ik heb echt zo'n slechte gun. Holy, wat is dat? Dit was een... Medic. Oké. Niemand hield mij. Kijk, zo. Hier dan. Nou ja, hier hou ik de episode dan. Ik stop. Nou ja, hier hou ik de episode dan weer vandaag. Abonneer op Haimo, zoals ik al zei. Abonneer op mij natuurlijk. En abonneer misschien ook heel misschien de Gamebusters. Misschien nog niet. Misschien ook Mentum. Nou ja, boeien. Maar hier hou ik dan. Hier hou ik het dan voor vandaag. En dan zeg ik altijd weer. Like, favorite, subscribe. Doei.